De eerste sportdag voor kinderen met ADHD. Hoe is die gegaan? Ja, het is vandaag fantastisch gegaan. We mogen alleen maar heel blij zijn. Het begon vanochtend toen we opstonden om 6 uur. Scheen de zon al. Terwijl er de hele week was gezegd, ja, het gaat regenen. Maar goed, we hadden een zonnetje, fantastisch weer. De opkomst was goed. De kinderen waren blij. Die zijn lekker actief bezig geweest met allerlei activiteiten vandaag. De begeleiders, vrijwilligers hebben zich allemaal super goed ingezet. Een hoop enthousiaste mensen. Het was feestje hier vandaag. En door wie is deze dag nou georganiseerd? De dag is georganiseerd door Stichting ADHD. En wat houdt die stichting precies in? Ik zal proberen heel kort uit te leggen. De stichting zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen met ADHD. En dan moet je vooral denken aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Die hebben moeite om aansluiting te vinden bij een reguliere sportclub. Welke sporten hebben de jongens en de meisjes hier allemaal kunnen doen vandaag? Ja, dat is heel divers. Natuurlijk voetbal, want we zijn bij Willem II, dus er is uiteraard gevoetbald. De kinderen hebben gevolleybald, ze hebben, ik noem het even, karate, aikido lessen gevolgd, waar ze een stukje zelfverdedigingscursus, maar ook plankjes door midden hakken. Er was een workshop hip-hop dansen, er was touwtrekken, zaklopen. Ja, er was eigenlijk van alles wat in teamverband. En in de pauzes was er een groot springkussen waar ze zich hebben kunnen uitleven. Ja, er was volop variatie voor de kinderen. Komt er nog een vervolg op deze dag? Ja, er komt zeker een vervolg. Dit is een dag die elk jaar terug gaat komen. Het wordt echt een jaarlijks evenement. Want één keer is zo weinig één dag sporten. En het moet toch iets structureels gaan worden.